Dan nodig ik nu de leden van het tweede panel uit. En dat zijn om te beginnen Ilse Wegmans van het Vlaams Patiëntenplatform. Martien van Hekken van Testaankoop, die zich ook als patiëntenorganisatie profileert. Opnieuw Reinier Huting van ASGB. En Reinier moet dubbel werken, moet dubbele shift draaien. Reinier moet dubbele shift draaien, omdat wij hebben lang gepoogd om via Mark Moens iemand van het VAS of van het BVAS te krijgen. Vonden we toch wel belangrijk. Maar op het einde is de mededeling gekomen dat dit onmogelijk was voor hun leden van de Raad van Beheer. Betreur dat diep. Ik denk oprecht dat ze gepoogd hebben, maar dat niet gelukt is. Maar het is eigenlijk spijtig dat ze er niet bij zijn. Daarom mag jij een dubbele shift draaien. Gaat dat ook zo in de Medicomut? Nee, ik zal hem rap af doen, het is goed. Wie ik ook nog graag hier heb, is Mark Justaert van de CM en Jan van Spijbroek van de Vereniging voor de Geestelijke Gezondheidszorg. We hebben drie thema's. Maar wat absoluut vermeld moet worden, is dat we een deel van het debat daar straks toch wel onrecht hebben aangedaan. Ik had ook nog graag iets meer gedebatteerd over die arbeidsverhoudingen, maar toch ook wel over de positie van diensthoofden en hoofdverpleegkundigen en zo. Spijtig dat dat niet kon, maar we moesten echt inperken. Panel 2 gaat het hebben over participatie, gaat het hebben over preventie en gaat het hebben over geestelijke gezondheidszorg. Daarover hebben wij ook drie notas, een nota gemaakt over elk van die drie dingen. Participatie is, er zitten relatief duidelijke stellingen in. Twee relatief duidelijke stellingen. Ten eerste, we hebben nu wel individuele patiëntenrechten, maar we hebben geen collectieve patiëntenrechten. De inspraak, de inbreng van patiënten en hun vertegenwoordigers in beslissingen ligt niet vast. En wij stellen voor van dat nu wel vast te leggen. Twee, opdat dit mogelijk zou zijn, moet er ook binnen de kortste keren een erkennings- en financieringsregeling komen voor patiëntenorganisaties of koepels van patiëntenorganisaties. Alleszins organismen die kunnen woordvoerders in het veld sturen om te beslissen. Is daar een draagvlak voor? Ilse, ik kan mij voorstellen dat jij daarvoor bent. Martin, ik kan mij ook voorstellen dat jij daarvoor bent. Reinier, zijn jullie daarvoor? Ik luister vooral belangstellend ook toe. Participatie, daar zijn we natuurlijk voor. En inderdaad stellen wij ons ook af en toe de vraag wie eigenlijk de patiënt vertegenwoordigt in sommige discussies. Dus ik ben benieuwd. Aha. Ja. Want uw collega die zit tegenwoordig een beetje te stoken tegen de ziekenfondsen, zeggen dat zij niet de vertegenwoordigers van de patiënten. Geef mij maar wat vertegenwoordigers van CPP en zo in de Medicomut, dat zou veel beter zijn. Er zijn commissies waar ik me soms afvraag wie de patiënt aan het verdedigen is. Of dat de artsen soms niet bezig zijn de patiënten te verdedigen tegen. Dat vraag ik mij soms af. Dat is op plaatsen waar medicatie van patiënten wordt besproken. Mm-hmm. Dan vraag ik mij dat soms af. Ja. Mark, wat is jouw positie in dat dossier? Ten eerste vraag ik me soms af wat de dokters verdedigen in het overleg met de artsen, met de ziekenfonds, wat ze verdedigen. Maar goed, ik denk, mijn stelling is altijd dat er zon is voor iedereen en dat wij eigenlijk toch wel op het terrein voor een stuk, belangrijke stappen vooruit zetten in een collectieve participatie van patiëntenverenigingen. En er zijn op dit moment een aantal stappen die vooruitgezet worden. Ik denk bijvoorbeeld aan het observatorium. En het staat duidelijk en objectief beschreven in het boek, moet ik eerlijk toegeven. Hè? We hebben daar het observatorium. Soms gebeurt dat er in een boek staat dat juist is. Ik denk, maar jij hebt dat stuk geschreven daarmee. Dus, maar het gaat over bijvoorbeeld het observatorium voor chronische zieken. Ik denk aan het interessante initiatief van Icuro
met het stakeholdersoverleg, waar we met verschillende samenzitten rond uiteindelijk die patiëntenverdediging. En ik denk dat het belangrijkste is... Ik denk niet dat we moeten terreingevechten doen rond de patiënt. Ik denk dat het belangrijkste is dat ieder zijn specificiteit erkent. Ziekenfondsen proberen verzekerden, patiënten en andere mensen, ook gezonde mensen, via preventie en dergelijke meer te verdedigen. En de terugbetalingen te verzorgen vanuit de ziekteverzekering. En ook, met andere woorden, zijn mee betrokken bij heel de beheer en de financiering. Maar ook de patiëntenverenigingen, zoals het Vlaams Patiëntenplatform en al haar verenigingen, zoals het Testa en Koop, zij hebben uiteindelijk, zij staan op een andere manier dicht bij de patiënt en hebben ook met hun ervaring en hun contacten een belangrijke inbreng in het debat. En ik denk niet dat we dat tegen elkaar moeten uitspelen. Integendeel, ik denk dat we elkaar kunnen helpen in dat debat en dat is veel positiever. En zij verdienen dan ook een erkenningsregeling en een financieringsregeling. Ja, dat gebeurt ook. Hè. Dus ik denk dat zij zeker en vast de VPP langs de Vlaamse kant in verschillende overlegorganen opgenomen worden. Ik constateer zelfs, maar ik vind dat geen punt. Zelfs makkelijker dan de ziekenfondsen. Waarom? Wij zijn met 5. Zij zijn 1 aanspreekpunt. En aan zich is dat oké. Ik heb daar ook geen problemen mee. Erken ieder in zijn functie. Erken ieder in zijn ervaring en zijn handigheden en zijn roeping. En dat is... En jullie krijgen het... al geld, Ilse. Dus alles is in orde. Nee, wij krijgen geld, maar ja... Het gaat niet alleen over geld. Hè. Je moet het debat niet verlagen tot een pecuniaire aangelegenheid. In de medecommute gebeurt al, dat nooit. Dat gebeurt in de medecommute al meer dan genoeg. Hè. Dus. Ilse. Ik heb zoveel te vertellen. Ik ben even aan het nadenken waar ik dan bij start. Ik denk... Wij koffieke gaan drinken. Ja. Ik denk wat Mark ook probeert te zeggen is van... Wij rollen niet vechtend door het zand voor de positie van de patiënt. En dat heeft ook te maken met dat iedereen ook een stuk zijn eigen domein heeft. Als je kijkt naar individuele patiënten, dan heeft Test en Koop daar ook een rol. Hè, vanuit een luis in de pelspositie om dingen aan te kaarten. Mutualiteiten hebben daar een belangrijke rol vanuit een medebeheerfunctie. Als je dan kijkt naar collectieve patiënten op een collectieve manier samenbrengen via verenigingen, dat wij daar een rol in spelen. Je hebt daar alleen één veld dat leeg is, namelijk wie doet eraan medebeheer met de patiëntenverenigingen. En sommigen zouden ons graag die richting zien opschuiven. Wij zelf kiezen eigenlijk voor een belangrijke adviserende rol. Waarom? Als je kijkt op de participatieladder, dan heb je daar verschillende manieren om aan inspraak of aan, om te participeren. Je hebt daar via informatie, dat je op tijdige informatie krijgt, co-appreciatie, evaluatie van de zorg en zo verder. En bovenaan staat medebeheer. Maar het is niet omdat je meebeslist over budgetten, dat je ook misschien ook meer te zeggen hebt of op meer kan wegen. Het is niet dat medebeheer beter is dan andere vormen van participatie op de participatieladder. En wij kiezen daar voor een sterke advisering. En dat vind ik wel erg belangrijk. En ik heb inderdaad ook gehoord dat Mark Moens, die hier vandaag niet is, ons graag samen met onze Franstalige tegenhanger Lucindy Medico-Mut zou hebben. Maar ik denk dat dat meer uit kwaadheid naar de mutualiteiten is dan dat hij voorstander is van ons. Dan denk ik, ja, maar dat is niet de rol. Want waar zit onze expertise vanuit het Vlaams Patiëntenplatform, ja, vanuit onze verenigingen? Dat is de ervaringskennis, deskundigheid van onze leden, van onze achterban. Waar kunnen wij iets over zeggen? Niet over het totaal van het budget van een geneesmiddelenbeleid, of ook niet over of dat geneesmiddel technisch in orde is en al zijn controles heeft doorstaan. Wij kunnen wel iets zeggen of dat de levenskwaliteit van die patiënten gaat verbeteren, gaat verhelpen, ja of nee. En dat is een aanvulling. Ja. Hetzelfde voor de medico-mut. Wij zijn geen vragende partij om daarmee beslissingen te gaan nemen. Wij willen wel mee bekijken, en we hebben binnenkort ook een afspraak met de mensen van het RISIF, met Rien en met Jo de Kok ook, om na te gaan hoe kunnen wij onze expertise, onze ervaringsdeskundigheid op een goede manier inzetten. En ik denk het observatorium Chronisch Zieken is daar een mooi voorbeeld van. Want in een van de werkgroepen
waren wij heel erg pleitbezorger om eigenlijk een soort ingangspoort te hebben, want de mensen die chronisch ziek zijn weten heel goed wat hun noden, wat hun wensen zijn. En wij kunnen die samenbrengen om dan op een verstaanbare manier een beleidsteksten ook door te geven aan de mensen van het RISIF. Ja. Ik ga even naar Martien van Hekken. Wat is jullie positie? Jullie willen niet in het RISIF zitten, ook niet in de Medicomut. Willen jullie erkend worden als patiëntenorganisatie? Ja, inderdaad. Testaankoop meent inderdaad dat wij ook de patiënt vertegenwoordigen. Dan gaat het eerder om de af- en toe-patiënt in plaats van de chronische patiënt. Hè. Elke consument is gebruiker van gezondheidszorg. Hij gaat af en toe naar de apotheker, wordt af en toe opgenomen in het ziekenhuis. En van daaruit menen wij ook dat wij de patiënt vertegenwoordigen. Wij zijn een consumentenorganisatie. Wij komen op voor de rechten van de consument. En dat gaat dan over een heleboel van domeinen. En gezondheid is uiteraard ook een van die domeinen. Omdat onze vertegenwoordiging van de patiënt, omdat dat nogal controversieel is en wel wat weerstand oproept bij een aantal actoren in het veld, zoals ziekenhuizen, zoals artsen, of toch een aantal artsen, wil ik dat toch wel wat verder motiveren. Hè. We zijn de grootste consumentenorganisatie in België. We hebben 370.000 leden, 200.000 mensen die specifiek op ons gezondheidsmagazine geabonneerd zijn. We hebben heel wat expertise in het ontwikkelen van informatie op maat van de patiënt, van de gebruiker van gezondheidszorg. En wij zitten met een team van artsen, apothekers, wetenschappers. En wij houden ook de vinger aan de pols via het bevragen van consumenten, van patiënten. En via onze mystery shopping onderzoeken kunnen wij ook heel concreet in het veld vaststellen wat dat er goed loopt en wat dat er misloopt. En is dat een beetje de taakverdeling tussen jullie beiden? Jij zit eigenlijk met groepen die rond een aandoening, en meestal een chronische aandoening, geënt zitten. En jij zit met de af- en toe-patiënt. Dat is jullie taakverdeling. Ja, maar wij zitten ook in een aantal organen samen, zoals in een raadgevende afdeling van het VAG. En daar komen wij goed overeen, samen met de mutualiteiten. We hebben daar heel de patiënten-consumentenbank zo goed georganiseerd dat we regelmatig tegen de schenen schoppen van, als dat nodig is. En wij kijken ook voor andere organen waar wij samen op de bank zitten, van hoe kunnen wij hier samen vooruit geraken. En ik heb niet het gevoel dat we elkaar tegenwerken. Ik denk ook in het kader van de Eerste Lijns Gezondheidsconferentie in Vlaanderen, waar VPP nogal erg naar voren werd geschoven, dat wij telkens ook goed overlegd hebben met de mutualiteiten, met de twee grote mutualiteiten ook op dat moment, om te kijken van hoe kunnen we hier samen een sterke stem laten horen. En wil jij een erkenning van de overheid daarvoor? Of is uw machtspositie op zich niet groot genoeg? Nee. Wij willen graag een erkenning, omdat op dit moment de positie als vertegenwoordiger van de patiënt controversieel is in een aantal middens. En wij willen graag dat daar komaf meegemaakt wordt. Wil jij dan ook subsidies? Wij hechten enerzijds mystery shopping veel belang aan. Zullen gelukkig zijn. Aan onze onafhankelijkheid. Wij leven van het abonnementsgeld van onze leden. En wij vinden dat op zich een heel belangrijke waarde. We moeten geen verantwoording afleggen aan niemand. We zijn ook vrij van enige commerciële beïnvloeding door firma's. Maar wij vinden ook wel dat wij een meerwaarde te bieden hebben in het beleid. En wij vinden ook dat die meerwaarde vergoed mag worden. Renier, dat zijn twee knappe dames, maar ben je helemaal akkoord? Zit maar goed te stoken, ja. Ik? Ja, goed, we horen twee verschillende verhalen. Ik denk aan de ene kant dat iedereen het erover eens is dat de ervaringsdeskundigheid van mensen die op dat moment patiënten zijn, bijzonder waardevol is. En we kunnen alleen maar dankbaar zijn dat dat op zoveel mogelijk plaatsen kan doordringen. Op dezelfde manier als ik vind dat de mensen die aan beroepsverdediging doen ook zelf in de praktijk moeten staan om te beseffen wat de consequenties zijn van soms hele simpele maatregelen, is het ook goed als een ervaringsdeskundige, als een patiënt zegt, ho, denk je er wel aan dat die en die consequentie heeft. Dus dat is heel goed. Ik zie spijtig genoeg toch
testaankoop iets anders. Ik denk, ja, de luizende pelsfunctie voor een vereniging die betalende leden heeft en die ook nog een heleboel andere dingen als consument onderzoekt, dat kan bijzonder nuttig zijn. Maar of dat je dan moet gaan zeggen, dat gaan we ook een stem in bepaalde organen geven en gaan vergoeden, dat vind ik eigenlijk een stap te ver. Ik zie dat echt puur als... De strategische adviesraad bijvoorbeeld. Ja. Dat kan toch? Ja, dat zou kunnen natuurlijk. Want Peter, zou jij daar iets tegen hebben dat de stankoop in de strategische adviesraad zat? Oh ja, we kijken er niet van op. Maar... In de strategische adviesraad, dat is toch... Ja, ik denk dat het interessante is dat mensen die bij beleidsvoorbereiding betrokken zijn, die de praktijk kennen, die de processen kennen, die weten hoe zorg verloopt, dat die dan op een bepaald moment ook op het juiste manier boodschappen kunnen geven namens de cliënt, namens de patiënt. Vanuit een invalshoek van consumentenrechten denk ik dat je het dan beter focust op rechten en op heel strikte formele dingen die in orde zijn of niet. Maar over de inhoud van de verstrekte zorg, dat lijkt me wat moeilijk te zijn. Maar bon, misschien vergis ik me daarin. Maar of je bij de adviesraad mag komen, natuurlijk. Ja, we zijn er al met 35, dus het komt er niet op aan. Dat is geen probleem. Als ik misschien even nog iets mag inbrengen... Hebben de ziekenhuizen een probleem met hen? Ja, soms wel, hè. Omdat wij de indruk hebben dat het oppervlakkig gebeurt, dat het niet echt mensen zijn die heel de context kennen, die dikwijls heel ingewikkeld is, en dat men soms te snel oordeelt op een aantal parameters waar wij van zeggen, ja, sorry, het is wel wat ingewikkelder. En als ik misschien ook nog mag toevoegen, het gaat over een zorgrelatie. En dit is een relatie tussen iemand die zorg verstrekt en iemand die zorg krijgt. En men moet beklemtonen dat degene die zorg krijgt, dat die autonoom handelt, goed geïnformeerd moet zijn, rechten heeft, gerespecteerd moet worden, goed moet behandeld worden. Maar wat je ook moet in datzelfde debat zeggen, dat is dat degene die zorg verstrekt ook een mens is, die recht heeft op respect, ook een mens is die zijn job in principe heel goed doet en dat hij ook niet zo altijd zo sterk is dat hij alle druk van buitenaf maar aan kan. Waarmee dat ik eigenlijk een beetje wil aankaarten dat je een goede balans moet hebben. We hebben er ook geen belang bij dat we al onze zorgverstrekkers zodanig druk op hen zetten van alle... En ik heb het nu echt niet speciaal op testaankoop, hoor, dat bedoel ik niet. Hè. Ik bedoel de samenleving in het algemeen. Iedereen zet druk op de zorgverstrekker wegens allerlei rechten die toegekend zijn aan allerlei. En dat kan soms onproductief zijn. En je moet ook zorgen dat die mensen lange jaren op een heel goede manier hun job kunnen doen. En dat stellen we vast, dat er uit studies blijkt dat mensen eronder uitgaan, omdat die druk soms te groot wordt. En daar wil ik even aandacht voor. Ilse? Martin? Ik wil nog eventjes terugkomen op erkenning en financiering. Ja. Want voor mij gaat het dan niet... Of zeker niet alleen over de erkenning en financiering van een Vlaams patiëntenplatform. Maar als we kijken van... De stem van de patiënt wordt overal heel waardevol geacht. En overal mag de patiënt in de toekomst gaan participeren en zo verder. Wat men wel vergeet, is dat die mensen komen vanuit patiëntenverenigingen, zelf vaak ziek zijn of zelf zorg dragen. En dan ook nog eens een patiëntenvereniging runnen. Dus voor ons is het heel erg belangrijk dat de verenigingen op zich ook ondersteund worden. Zowel via indirecte ondersteuning, via Trefpunt Zelfhulp, die sinds 31 jaar dit jaar, Ivo, jij werd bij de opstart, de groepen ondersteunt, maar ook via directe financiering. En dat je op die manier, via de indirecte financiering, ook verenigingen, kleine verenigingen ook, helpt en ondersteunt om telkens ook stappen te zetten naar meer kwaliteit in hun vereniging, naar het VZW-statuut, naar een vrijwilligersbeleid en op zo op weg ook naar meer participatie. Want je mag niet vergeten, gelijk de mensen die nu in het observatorium chronisch zieken zitten, die komen uit de verenigingen, die zijn ook geselecteerd als ze daar spreken voor alle patiënten. Wij hebben daar ook interne vergaderingen, wij komen daarvoor samen. Maar die mensen hebben ook hun expertise en hun deskundigheid opgebouwd in hun patiëntenvereniging, doordat ze daar dagelijks zelf de telefoon opnemen, lotgenotencontact organiseren. En dat is een hele brede, waardevolle basis om eigenlijk in te brengen in het beleid, zowel op mesoniveau in ziekenhuizen als op macroniveau. Ilse, dan gaat dat een hoop geld kosten, hè, meisje?
Ik weet niet of dat zoveel geld kost. Als je 3 medewerkers stelt per provincie, dan denk ik niet dat dat is om ervoor achterover te vallen. Nee, niet alleen het patiëntenplatform moet geld en volk krijgen, maar iedere patiëntenvereniging apart. Ook nog eens. En dan hebben jullie het monopolie. Nee? Er zal nog wel ergens anders een koepel opstaan die hetzelfde gaat doen. Dat gaat toch veel geld kosten? Ik weet niet of dat zoveel geld gaat kosten. Ik denk voor indirecte financiering dat dat echt wel beheersbaar is en dat we daar inderdaad niet zoveel vragen. Als we kijken naar directe financiering, dan moeten we daar ook een beleid voorstellen dat ook kwaliteitsbevorderend is. En daar zijn we op dit moment ook mee bezig om dat ook aan te uitwerken. Ook. Maar we weten ook inderdaad ook dat de budgetten in Vlaanderen en het federaal de komende jaren ook beperkt gaan zijn. Maar ik denk als men wilt kiezen voor participatie, als ze ons naast artsen, mutualiteiten, zorginstellingen en zo verder in nieuwe organen in Vlaanderen na de staatshervorming ook mee willen opnemen, dat we echt wel moeten kijken dat we ook kunnen waarmaken wat we nu ook doen en wat we ook willen doen met onze patiënten, die ervaringsdeskundigheid op een goede manier tot stand laten. Er zijn er ook die zeggen, Mark Justaert, dat de financiering van de patiëntenvereniging eigenlijk beter via jullie zou gaan. Wel, ik denk dat je dat onderscheid moet blijven maken naar ieder specificiteit en dat wou ik ook benadrukken. Dus ik doe in geenerlei mate iets af aan wat Ilse en Martin gezegd hebben. Ik wil alleen ook daarnaast benadrukken dat het ook onze taak is als ziekenfonds. Niet alleen, het is zoals Pieter van Erck in het begin gezegd heeft, het is onze roeping niet alleen de betaalbaarheid op individueel niveau te verdedigen en as such de patiënt te verdedigen, opdat hij zijn zorgen kan betalen. Het is ook onze roeping om uiteindelijk de betaalbaarheid voor de samenleving in het oog te houden. Want wij zouden graag hebben dat niet alleen dit jaar en volgend jaar, maar dat binnen 20 jaar ons gezondheidszorgsysteem ook nog goede kwaliteit aan betaalbare voorwaarden aflevert. En dat is de reden waarom wij in het beheer van de ziekteverzekering, van de gezondheidszorg, wensen te blijven, omdat goed beheren ook uiteindelijk een vorm is van de verzekerde en de patiënten te verdedigen. Wellicht meer globaal, oké, maar beheren houdt ook in dat je ervoor zorgt dat elke frank verantwoord kan worden, elke frank goed besteed is. En ook dat is patiëntenverdedigen. Ja, ik toets nog verder af waar draagvlak voor bestaat. De groep zegt ook, Kivit-groep zegt ook, je moet ook vormen van directe patiëntenparticipatie ontwikkelen op het niveau van ziekenhuizen. Dat is ook iets waar jullie eigenlijk niet echt geroepen voor zijn. Ja, toch wel, hè. Allee, er zijn, het is wat ik daar straks zei. Hè. Dus de patiëntenparticipatie, het stakeholdersoverleg in verschillende ziekenhuizen als experiment in Vlaanderen onder begeleiding van ICURO is op dat vlak een zeer goed experiment, waar uiteindelijk met de partners, met de stakeholders, uiteindelijk het overleg wordt voorbereid en dan inderdaad ook met de directies van de ziekenhuizen een overleg plaatsgrijpt. Ik denk dat dat goede vormen zijn. Misschien is dat nog voor verbetering vatbaar. Gaat dat te ver of gaat dat niet ver genoeg voor jullie? Die experimenten in ICURO. Ik kijk daar eigenlijk opnieuw naar haalbaarheid. Gaan we dat uitrollen over heel Vlaanderen? Wat wij op dit moment merken in de projecten is dat er heel wat thema's voor elk ziekenhuis hetzelfde zijn. De vraag is, moet dat dan niet op een ander niveau of anders bekeken of behandeld worden? Dat is een vraag, denk ik, die we mee kunnen nemen in de evaluatie van het project. En ook kijken van hoe kan en hoe moet dat verder uitgerold worden. Maar ik denk dat de samenwerking daar goed is en dat de formule op zich ook wel oké is. Opnieuw is het daar, denk ik ook, er zijn nog andere vormen, want dit gaat ook richting medebeheer, hè, sterke advisering richting raad van bestuur. Ik denk dat er ook, als het gaat over evaluatie, ook eentje op de ladder van participatie, evaluatie van kwaliteit van zorg, dat patiëntenverenigingen, doordat ze voet in huis hebben, in ziekenhuizen, dat er met de directie van het ziekenhuis daar een beleid rond is uitgewerkt, dat we kunnen kijken hoe verenigingen daar op afdelingsniveau ook een rol kunnen spelen, rond informeren en zo verder. En wat belet ziekenhuizen om een stukje te betalen voor expertise van patiënten, van ervaringsdeskundigheid, die daar wordt ingebracht? Maar waarom zouden wij ziekenhuizen daarvoor betalen? Waarom zouden we dat doen? Omdat ik denk dat er vaak ook heel wat te besparen valt door uit te gaan van noden en behoeften van de patiënt zelf. Klopt dat?
Dat zal soms kloppen, dat zal soms niet kloppen. Dus als je meedoet op die manier in het overleg, dan geraak je op bepaalde momenten net zo gefrustreerd als sommige andere deelnemers aan het overleg. Omdat je anders en meer zou willen en dus ziet dat dat vaak niet kan, omdat je tot compromis aan het komen bent. Ja. Dus, maar dat zo'n inbreng dan mee waardevol is en waardoor het misschien ook verstaanbaarder wordt waarom sommige dingen spijtig genoeg nog niet kunnen, dat zal ook voor een stuk het gevolg dan zijn. Ja. Je moet ook niet altijd patiëntenvertegenwoordigers van patiëntenverenigingen hebben. De Britten met hun Nice-instituut, die hebben heel mooie formules gevonden om zonder verenigingen, maar direct patiënten te recruteren, die een beetje te vormen en opleiding te geven, en die een stem te laten verwoorden. En dan heb je geen patiëntenverenigingen nodig. Of dan moeten die niet zo hard werken. Is dat een goede formule? Is dat bespreekbaar voor jullie? Wel, ik denk dat dat zeker kan als het gaat over waar het niet gaat over een chronische ziekte. Daar moet je sowieso werken met profielen van een vrouw van 40 jaar met diabetes en zo verder. Die voldoet aan bepaalde profielen, zo werkt Nice. Dus ik denk dat het in die situaties zeker kan en dat dat ook een meerwaarde geeft. Ik zie vanuit Nederland, waar ze zo werken op niveau van het ziekenhuis, om zo'n patiëntengroep, eigenlijk lijkt het stakeholdersoverleg, maar dan enkel van patiënten te laten adviseren, dat het daar vaak heel moeilijk is. Waarom? Je selecteert één patiënt met zijn eigen verhaal, met zijn eigen casus, die natuurlijk een meerwaarde heeft als je die laat samenkomen met een aantal anderen. Maar wat ik denk dat de meerwaarde is van patiëntenverenigingen, is dat die niet alleen hun eigen verhaal hebben, maar hun eigen verhaal overstijgen en het verhaal van zoveel anderen in de vereniging meenemen. En ik denk dat dat wel een belangrijke meerwaarde is om te spreken voor een grote groep of een grotere groep. Nu, daarnaast denk ik ook als het gaat over ethische vragen, van wat willen we betalen voor zeldzame geneesmiddelen en zo verder. De Koning Boudewijn Stichting is ook daar aan het experimenteren met burgerpanels en zo verder, om daar te kijken. Maar dat heeft dan meer te maken, vind ik, met wat is de maatschappij bereid om te betalen en hoe ver reikt solidariteit of niet. Jan van Spijbroek, zie jij patiëntenverenigingen in jouw sector, de geestelijke gezondheidszorg, functioneren? Dat is een vreemde vraag. Omdat dit al een aantal jaar aan het groeien is, die patiëntenorganisaties. Dat is gebaseerd op vrijwilligerswerk. En ja. Met dezelfde problemen als die Ilse aanhaalt. Dus alle randvoorwaarden die Ilse vermeldt, die zijn daar ook aanwezig. De kwetsbaarheid van die mensen blijft misschien zelfs nog wat sterker aanwezig ook, waardoor ze soms dus uitvallen. Maar dit gebeurt alleszins van dat patiëntenorganisaties meedraaien. Een van de voorbeelden waarin participatie heel sterk is uitgerold en waarin dat medebeslissingsrecht is, is bijvoorbeeld onze Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid, waar naast zorgverstrekkers ook familieorganisaties en patiëntenorganisaties mede in bestuur zitten. Dus... Maar daarnaast zijn we aan het kijken ook binnen de Vlaamse vereniging en binnen het landschap van de geestelijke gezondheidszorg van hoe wij participatie meer kunnen gaan promoten ook. Nu moeten we opletten, want participatie, dit was een algemene opmerking die ik hier had bij wat hier staat, is dat participatie lijkt een doel te worden op zich. Als er geparticipeerd wordt, dan zijn we tevreden en dan hebben we een doekje voor het bloeden of dan hebben we de pot bloemen die alles versiert. En we zijn tevreden, want er is een van de patiënten aanwezig. We moeten telkens gaan kijken ook van wat is het doel eigenlijk van wat we willen gaan bereiken. Participatie is een middel uiteraard om naar een meerwaarde te komen. En meerwaarde moet alleszins zijn dat de zorg gaat verbeteren. En als ze daartoe kunnen bijdragen, zoveel te beter ook. Maar wij proberen er organisaties ook van te overtuigen van dat participatie effectief een meerwaarde heeft. Niet alleen voor de patiënt zelf, maar ook zelfs voor de organisatie op zich, zelfs voor de medewerkers en zelfs voor de zorg ook. Van dat die medewerkers. Ja. Waarom ik jou die vraag stel, is om nu de overgang te kunnen maken naar het volgende punt, namelijk, dubbele punt, moeten wij in een handvest vastleggen wat rechten van patiënten en patiëntenverenigingen zijn? Ja. Wij vinden van wel. Ja, zolang dat het geen tweede KB78 wordt. Nog iemand gedachten daarover? Mark? Ik denk dat het iets wat te vroeg is, dat moet nog groeien.
Want er zijn nog verschillende noden naast de experimenten die op dit moment bezig zijn. Denken we maar aan, en dat heeft ook uiteindelijk de Nationale Raad voor de Nationale Patiëntenraad ook gesuggereerd. Eigenlijk zou een of andere vorm van ombudsfunctie, van patiëntenverdedigingsfunctie, ook in de rustorde moeten aanwezig zijn. En ook heel het circuit. Jan, wellicht, heel het circuit van geestelijke gezondheidszorg, intra- of extramuraal, vergt eigenlijk een specifieke aanpak. Hè? En ik denk dat daar inderdaad voor jullie heel veel werk op de plank ligt. In de mate dat jullie daar al niet heel veel van hebben. Ja, dus ja voor erkenning, ja voor financiering. En wacht nog eventjes voor... Wel, ja, een handvest. Ja, je moet weten wat je daarmee wilt doen. Hè? Een handvest... Maar ik denk op dit moment, like dat we hier rond de tafel zitten, weten we maar al te goed waarmee we mee bezig zijn. Op een bepaald moment moet dat geregeld worden geëvalueerd. Mm-hmm. Ik denk dat ook de Koning Boudewijn Stichting op dat vlak een instigerende rol speelt. Een rapport overigens heeft gemaakt rond patiëntenverdediging. Dat was het toch, hè? Ja. Ja. Om dan nu onmiddellijk te gaan zeggen, we moeten hier een handvest hebben, ja, dan moet je natuurlijk eerst weten wat je daarin wilt zetten. Ja, wanneer, waar en hoe moet geraadpleegd worden in de diverse vormen, zoals Ilse die er straks op een rijtje zette? Ja, er wordt eigenlijk op dit moment ook veel over ons gepraat. Hè? Van, moet VPP en Lus dan Franstalig de gaan zetelen in het CTG, in de Medicomut, en het lijstje zal nog wel wat langer worden gemaakt. Wij hebben het afgelopen jaar met onze Raad van Bestuur een heel traject eigenlijk afgelegd. Waar willen we participeren en hoe willen we participeren? Met welk doel? En ook, waar willen we niet participeren? En welk, ja... Dus dat is een heel traject wat we hebben afgelegd en waar dit jaar nog eventjes rond verder gaan. Maar met handvest denk ik dan vooral aan randvoorwaarden van patiëntenparticipatie. Want patiëntenparticipatie, zoals Jan het ook zei, is vaak van we steken er een patiënt bij en we zijn in orde. Dat kan niet dat Jan het zo bedoeld heeft, hè. Maar vaak is participatie, wordt het zo ingevuld, van patiënten mogen deelnemen aan de professionele vergadercultuur en aan de traditie die er al is. Terwijl wij ook kijken naar andere vormen van patiëntenparticipatie die even waardevol en die ook kunnen wegen op kwaliteit van zorg en van leven. Slotbedenking daarover, Martien? Wij vinden toch dat dat handvester moet komen. Daar is nog wel wat voorbereidend werk voor nodig, maar we moeten daar toch naartoe kunnen groeien, omdat wij vinden dat op dit moment het eigenlijk te veel aan de goodwill van de individuele instanties overgelaten wordt. Of de patiënt al dan niet betrokken wordt, welke organisaties betrokken worden en uit wat dat die participatie juist bestaat. Als ik kijk naar testaankoop, wij worden erkend als stakeholder binnen het geneesmiddelenagentschap, maar niet binnen bijvoorbeeld het e-health platform of de federale commissie rechten van de patiënt. Wij vinden dat elke logica in zo'n beslissing ontbreekt en dat er naar meer consistentie moet toegegroeid worden. Jan, nog een punt? Ja, we zijn hier over participatie bezig, alsof het enkel zou gaan als beslissing in de hoogste organen. Er zijn ook nog verschillende andere niveaus waarop dat kan geparticipeerd worden, uiteraard. En wij zijn ook aan het kijken naar hoe zelfs in de zorg ook mensen kunnen ingeschakeld worden. Dus ervaringsdeskundigen die ook in de zorg gaan meedraaien. Dus dit zijn we ook aan het ontwikkelen. En ook dat is een belangrijk spoor waar ruimte moet voor gemaakt worden. Ja. En waar afspraken moeten voor gemaakt worden, ook met werkgevers. Nog iemand in de zaal, een korte bemerking? Nee, dan hebben we het draagvlak genoeg. Ja, sorry, Renier, ik had u beloofd. Ik vind een handvest wel nuttig, omdat we zijn het er hier allemaal roerend eens, maar je weet ook om legitimiteit daaraan toch te verlenen. Ja. Want er zijn ook een heleboel mensen die helemaal niet zo over eens zijn dat het allemaal zo nuttig is. Dus ik denk dat je dat beter in een versneld tempo toch een beetje aangeeft hoe dat zit, omdat, daar ben ik het helemaal mee eens, het hangt af van de goodwill op sommige plaatsen. Dat mag misschien iets meer verankerd worden, dat iedereen ook weet wie staat voor wat. Ja. En voordat je naar een volgend onderwerp overgaat, want je hebt het nu steeds, we hebben het heel interessant over de collectieve rechten van de patiënt, alsof alles met de individuele rechten van de patiënt al in orde is. Nee. Ging je dat nog behandelen? Maar... doe jij maar voort, dat moet ik niet... Omdat ik ook in uw geschriften las dat je daar toch nog enige twijfels bij hebt, of dat ook in alle fasen van het leven wel zo zou zijn. En dan denk ik dat we daar nog wel wat werk te verrichten hebben, en dat daar ook nog wel iets over gezegd kan worden.
Ja, hebben jullie de andere paneleden dat bekeken, individuele patiëntenrechten in dit dossiertje? Ilse, Martien, ja? De wet op de rechten van de patiënt moeten wij niet onmiddellijk aanpassen. Er is wel een probleem met de toepassing. Die wordt namelijk niet of te weinig toegepast of in het kader van accreditatie. Maar dit is België. Als we een wet hebben en we passen die al een klein beetje toe, dan zijn we toch al content. Wat ons vooral nog altijd tegen de borst stoot, is de organisatie van het klachtrecht. En het wordt alleen maar ingewikkelder. Want als je een klacht hebt over je huisarts, je tandarts, je vroedvrouw, je kinesitherapeut, dan mag je daarvoor naar de federale ombudsdienstrechten van de patiënt, die van januari tot maart niet bereikbaar was door omstandigheden in Brussel, ziekte en ontslag. En hoe moeten we dat dan wel regelen? Dat is één. Er is ook een andere bevoegdheid in Vlaanderen, namelijk die in het eerste lijnsdecreet rond Vlaanderen is bevoegd voor alle klachten rond de organisatie van samenwerking in de eerste lijn, waar nog geen ministeriële besluiten rond zijn uitgewerkt. We zouden die eigenlijk heel graag zien samensmelten, à la een model van het Centrum voor Gelijkheid van Klachten, waar je ook een federale instantie hebt, maar waar Vlaanderen ook bevoegd is voor meldpunten, meer lokaal en waar een goede samenwerking is. En daar zou je ook de ombudspersonen voor de rusthuizen ook vanuit die pool kunnen uitzenden naar de rusthuizen in de regio waar die zitdag kunnen houden. Ja. Want daar is nu niks, compleet niks rond geregeld. Dus Martien, daar denk ik dat een aantal interministeriële conferenties zeker rond georganiseerd moeten worden. Ja. Martien, je bent het daarmee eens? Martien, ja? Ja, mijn bedenking sloot zich eigenlijk een stuk aan bij wat dat Ilse zei, eigenlijk de vrijblijvendheid van de wet op de patiëntenrechten. En ik heb eigenlijk een heel concreet voorbeeld, en dat gaat ook over het klachtrecht, hè, de onafhankelijkheid van de ombudsdienst in de ziekenhuizen vanaf het moment van de wet van de patiëntenrechten een heikel punt. En jaar na jaar wordt er in de jaarverslagen van de ombudsdiensten vastgesteld dat er inderdaad problemen met die onafhankelijkheid zijn en dat het niet om kleine percentages gaat. En er gebeurt eigenlijk niets. Dat wordt vastgesteld, er gebeurt niets. En de problemen met die onafhankelijkheid waren eigenlijk een reden om de jaarverslagen van de ombudsdienst niet transparant te maken. Dus eigenlijk een tweede patiëntenrecht dat geschonden wordt omwille van problemen met een ander patiëntenrecht. Mark, je bent het daarmee eens? Ik denk één, dat de rechten van de patiënt, hè, de wet op de patiëntenrechten en de rechten die zij bevat, beter moeten bekendgemaakt worden. De mensen zijn nog te weinig op de hoogte van wat hun rechten zijn. Ten tweede, de voorwaarden waaraan een ombudsfunctie moet voldoen in de ziekenhuizen, wordt een bevoegdheid van de gemeenschappen. Dus de gemeenschappen zullen daar nieuwe voorwaarden eventueel kunnen aan creëren, want dat wordt een gemeenschapsbevoegdheid. Uiteraard ook, stel dat ergens de partners een goede formule vinden, zoals u zegt, om een ombudsfunctie ook voor de rustoorde te voorzien. Dat is een gemeenschapsmaterie. Dat was het al, maar dat zal het ook in de toekomst. Ja. Herman Nijs, wou jij daar bedenkingen over? Kort? Niet bijzonder. Ja, dat is inderdaad een teerpunt, dat klachtrecht. Hè. Dat is van in het begin is dat wat misgelopen. Dat heeft denk ik vooral te maken met centen, met financiering. Ik wil er trouwens op wijzen dat heel recent de gezondheidswet van april heeft een bepaald onderdeel van het klachtrecht uit de patiëntenrechtwet geschrapt, namelijk het recht van een patiënt die wil klagen over de werking van de ombudsdienst, wijze waarop zijn klacht werd behandeld. Hij had een beroepsrecht bij de federale commissie. Ja. Dat is dus stommelings geschrapt. Ja, inderdaad, maar ik kan daar tekst en uitleg bij geven. Ja, maar nee, dat hoeft, daarvoor zeg ik het niet. Ja. Maar dat is niet onbelangrijk om de druk op die ombudsdiensten wat te houden. Hè? Want daar hadden we het over, dat die ombudsdiensten niet altijd optimaal functioneren. Ja. Heel kort nog een reactie van Peter de Gat. Ja, ik ben 12 jaar ziekenhuisdirecteur geweest en iedere donderdagmorgen was het klachtencommissie, dus ik herinner me heel goed. Ik heb er dus honderden zien passeren en ik zeg dus ook heel duidelijk en heel eerlijk, een ombudsman of een ombudsvrouw in een ziekenhuis, ja, die doet zijn best of die doet haar best, die probeert heel veel op te lossen, lost ook veel op, maar er is een residu dat, ja, waar je zegt van sorry, de twee belangen zijn tegen elkaar tegengesteld. Er is een verschillend standpunt en dan... Hè,
Dat de, en dan ben je toch als ziekenhuis of als arts partij in de zaak. En dan moet je toch niet de illusie creëren dat je daar iets heel onafhankelijk in je eigen ziekenhuis hebt. Dus, ik weet niet wie dat ooit gedacht heeft dat dat zo zou zijn. Maar dat is geen ombudsdienst, dat is een klachtendienst. Ja. Ja? En dus moet je ook nog ergens bovenaan absoluut een ombudsdienst hebben. Ja, dus, is dat de juiste dat kan conclusie? Ik alleen maar bevestigen. Okay. Maar één woord nog. We moeten een lerende organisatie zijn. En we moeten leren uit klachten. Klachten zijn geschenken. Klachten is iedere keer een verbeterpunt. Uw organisatie moet een cultuur hebben om met al die dingen te leren en te verbeteren. En de vraag is of je wat de goede methodiek is. Ik ga er niet verder op door, anders ga ik te lang praten. Wat de goede methodiek is om dat maximaal leereffect te bereiken. De resultaten van één individuele klacht in termen van schadevergoeding enzovoort, dat is een bepaald gevolg dat er moet aan gegeven worden. Dat moet heel goed gebeuren. Maar er is iets anders dat heel belangrijk is. Dat is wat leren we eruit? Is er openheid daarover? Wil de arts daarover getuigen? Wil de verpleegkundige daarover getuigen? Wil die zeggen, ja, oké, we gaan ons systeem veranderen zodanig dat dat geen tweede keer gebeurt? Ja, dat zijn eigenlijk de heel belangrijke dingen die uit klachten naar voren komen. Mm-hmm. Hygiënisch taalgebruik, dames en heren, is in deze belangrijk. Noem dat geen ombudsdienst in een ziekenhuis, want dat is geen ombudsdienst. Dat is een klachtendienst. Sorry, ik liet me even gaan. Ja, maar ik kan eigenlijk alleen maar ondersteunen wat Peter zegt. Wij willen op zich die klachteninstantie in elk ziekenhuis ook niet afschaffen, maar we willen daarnaast neutraal, onafhankelijk, ook een tweede lijns klachtrecht voor het residu van klachten, waar inderdaad het ziekenhuis ook gewoon rechter en partij is. Hè. Mm-hmm. En daarnaast, inderdaad, dat je ook kan werken aan kwaliteit. En dat is ook wat we wensen voor de eerste lijn. Want nu horen de tandartsen en de huisartsen en zo verder ene keer per jaar via het jaarverslag van de federale ombudsdienstrechten van de patiënt zoveel klachten. En je weet dan of ze gestegen zijn of niet. En dan? Dan staat dat in de gazet en dat is het dan. En dan klasseert iedereen. Dat is toch wel belangrijk, hè? En dan... Ons voorstel, als dat inderdaad korter bij huis is, ook op kringniveau kan worden teruggekoppeld en zo verder, dat daar een groep van huisartsen, een groep van tandartsen daar ook gericht iets mee kan doen en daar ook kwaliteitsbevorderende maatregelen kan uithalen. Mm-hmm. Dat is eigenlijk onze vraag. Allerlaatste bedenking op die van Renier. Hè? Ja, binnen de geestelijke gezondheidszorg zijn er pogingen gedaan om te komen tot een vrij objectieve, of min of meer objectieve, ombudsdienst. Ik kan het zo noemen. Voor de hele sector. Voor de hele sector, ja. Binnen de overlegplatformen worden ombudspersonen aangeduid die consultaties houden in ziekenhuizen, in centra geestelijke gezondheidszorg, in beschutte wonens enzovoort. Ik zeg min of meer onafhankelijk, omdat zij binnen die overlegplatformen zitten en de overlegplatformen worden aangestuurd door de zorgverstrekker. Dus... En de ziekenhuizen mogen zelf kiezen hoeveel dat ze doorstorten naar het overlegplatform voor het betalen van de ombudsen. Sorry, die kon ik niet laten liggen. En hier, Slopsen. Ja, we zijn bezig met klachten en ombudsmannen. Ik had het nog veel individueler, want ik kon het niet laten om het toch even ter sprake te brengen. Jullie rapport staat in alle fases van het leven. En dan wil ik toch even over het levenseinde spreken. En wij stellen als huisartsen en als lijfartsen vast dat de mensen hun rechten absoluut niet kennen. Niet weten wat dat is. En ik denk dat er daar nog heel veel werk aan de winkel is. Dat wil ik toch ook nog even kwijt als we het over patiëntenrechten hebben. En ik heb het over advanced care planning in de woonzorgcentra. Maar liefst eigenlijk al in de thuissituatie. Want, ja. En al die vragen die bij de bevolking leven. Want heel veel mensen dragen hun wensen naar de gemeente, maar weten eigenlijk niet wat het inhoudt. En zeggen dat ze iets gepland en geregeld hebben en weten niet wat dat inhoudt. Dat hoort ook bij de patiëntenrechten. En iedereen weet dat je geen antibiotica moet nemen als je snottenbellen hebt, maar niemand weet wat zijn rechten als patiënt zijn. Dus dat is eigenlijk een keuze van de overheid om te sensibiliseren. En ook, denk ik, van ons als middenveld ook. En wij proberen daar elk jaar ook dag in dag uit ons best ook voor te doen. We hebben een draagvlak. Dank u. En we gaan meteen door naar onze nota over de geestelijke gezondheid. Nee, over de preventie. Over de preventie zeggen we eigenlijk ten gronde twee dingen. Eén, dit land loopt hopeloos achter en zou zich dus op korte termijn als doel moeten stellen dat we het OESO-gemiddelde halen. En als ik het goed heb, Ivo, corrigeer mij, betekende dat een surplus van 300 miljoen. Dat is punt één. Punt 2, als we dat hebben, minstens een kwart van wat we extra krijgen aan geestelijke gezondheidszorg moet naar kinderen gaan. Want daar zit de grootste
problemen. En daar zitten, van wat we extra krijgen, moet naar kinderen gaan. Want daar zitten de grootste problemen en daar is ook de grootste winst te maken. Is er voor een nota die zo samengevat is, is daar een draagvlak voor? Mark Justaert. Ja, daar is zeker een draagvlak voor, maar het is misschien wat korter door de bocht. Ik zou eerst eigenlijk denken dat we moeten beginnen met te zeggen, wat wordt er vandaag aan preventie gedaan? Heeft men dat al in kaart gebracht? Je hebt er twee luiken in de preventie. Hè? Je hebt, laten we zeggen, de nogal in de medische sfeer, de dikke darm, de borstkanker, screening en dergelijke meer. Dus screenings. Screenings, dat is één deel. Ding. De vaccinaties. Dat is een ander ding. En dan heb je alle vormen van primaire preventie. En gezondheidsopvoeding. En gezondheidsopvoeding. Stoppen met roken. Gezonde voeding, bewegen en dergelijke meer. Wat ik vaststel is dat er... Ik spreek nu over Vlaanderen. Hetzelfde geldt misschien in andere vormen in Wallonië, maar in ons land en in Vlaanderen zeker worden veel inspanningen gedaan op dat vlak. En nu neem ik even de focus van de primaire preventie. En als ik kijk naar mijn eigen organisatie, de CM, doen wij heel veel inspanningen rond kilootje minder en dergelijke meer, waar toch heel wat meer dan 100.000 mensen op intekenen. Werken met mensen rond stress, plukje geluk en dergelijke meer. Aandacht voor bewegen, stoppen met roken en dergelijke. Ben de Bever, hè, tandzorg voor kinderen, proberen wij onder de aandacht te brengen als vormen van primaire preventie. Probleem is alleen dat niemand ons zegt, de overheid zegt ons niet, zijn jullie nu goed bezig of zijn jullie nu niet goed bezig? Dus ik wil alleen maar zeggen, moest er nu al enige aandacht zijn voor deze vormen van primaire preventie, dan zou dat goed zijn. Ik geef toe, de Vlaamse overheid heeft zijn gezondheidsdoelstellingen en daar staan wel degelijk een aantal lijnen in van preventie-aandachtspunten. Maar de concretisering daarvan, een taakverdeling, een afspraak van wie doet wat, dat is iets volgens mij dat nog wat ontbreekt en waar we heel, heel veel zouden kunnen vooruitgang in boeken. Dus met andere woorden, is er een draagvlak om de aandacht voor preventie al of niet in geld, maar ook in geld uiteraard, te verhogen. Daarop is het antwoord ja, maar we moeten dat wel concreet gaan invullen. Het volstaat niet van dat te lanceren, dat er een aandacht voor is en dat we naar 3% gaan. We moeten dat ook concreet invullen. En daar moet de overheid en de partners op het terrein elkaar proberen te vinden. En zeg je ook dat de Kievit-nota daarover niet ver genoeg gaat en niet inhoudelijk genoeg is? Ja, dat klopt. Ja. Niet inhoudelijk genoeg. Dus, maar de Kievit-nota heeft de verdienste dat zij het punt onder de aandacht brengt aan ons om dat verder te concretiseren. Dus dat is geen kritiek. Hè. Ik neem dat alleen als een uitdaging om te zeggen, we moeten daar verder in gaan en we moeten de overheid appelleren om inderdaad zijn gezondheidsdoelstellingen, het niet alleen bij doelstellingen te houden, maar dat ook concretiseren en te durven evalueren. Duidelijk sturend optreden. En duidelijk sturend optreden en ook ruimte geeft aan partners om daarmee in te vullen. Wij beschouwen dat, als ziekenfonds, beschouwen wij dat ook als onze taak. En ik zeg dat niet alleen als CM, ook de collega's van de andere ziekenfondsen beschouwen dat als een belangrijke taak om niet alleen de terugbetalingen te verzorgen en dergelijke meer, maar ook om aandacht te geven aan preventie. Ja, een tweede luik, denk ik, is heel kort, is dat ik het volledig eens ben met aandacht voor kinderen. Ik vind zelfs, en ik heb dat ooit vroeger eens gelanceerd, dat net zoals er in het onderwijs aandacht gaat naar verkeersopvoeding, dat er eigenlijk ook aandacht zou mogen gaan naar gezondheidsopvoeding in het onderwijs. Want je moet, en dat staat wel in uw boekje, je moet van jongs af aan ermee beginnen. Health literacy. Ja, wel ja, zoiets, ja. Wij dachten eigenlijk van te zeggen dat dat een taak was van de ziekenfondsen. Ah, wel, ja, maar dat is ook zo. Dat is ook een taak van de ziekenfondsen, maar je moet niet toe dat je moet in het Wilde Westen gaan werken. De overheid moet daarmee sturend werken. Mm-hmm. En de overheid moet zijn gezondheidsdoelstellingen op papier zetten. Ik vind dat heel belangrijk. Maar, laten we zeggen, gezondheidsdoelstellingen en de concretisering ervan moeten elkaar vinden. Ja, Ilse.
Wel, dat laatste was hetgene wat ik wou zeggen eigenlijk. Voilà. Maar ik had misschien nog iets anders om aan te vullen. Inderdaad ook, de discussie van voor de pauze over de gezondheidskloof, daar ook de doelstellingen uithalen op vak van preventie. Liefst preventie die niet doorslaat naar een activering richting eigen schuld, dikke bult. Maar daar hebben we in het vorige debat ook al over gehad. De ziekenfondsen die daar inderdaad ook een belangrijke rol in hebben. Ik denk als we kansengroepen willen bereiken, dat we daar ook die organisaties ook rond moeten betrekken. En ik heb onlangs gehoord, maar het is maar één anekdote, want ik ben daar ook geen specialist in, dat de mensen voor wie de gratis tandzorg eigenlijk voor kinderen is georganiseerd, dat die dan eigenlijk blijkt dat die niet geraken tot bij de tandarts. Waarom? Hè? Want Mark, je zei naar het onderwijs toe, misschien niet alleen op vlak van informatie, maar misschien moet je de tandarts naar de school brengen. Om dan die zorg te geven tot als... Maar eer u eer toekomt, de tandartsvereniging VVT heeft daar ook inspanningen voor gedaan om inderdaad rond te trekken en naar de scholen een programma te voorzien om preventieve tandzorg voor kinderen aan te prijzen. Hè? Dus, Maar er is nog een luik van tertiaire preventie. En dat is eigenlijk als je al ziek bent, erger voorkomen. En daar stellen wij vast, maar allez, ik niet alleen, maar ook veel wetenschappelijk onderzoek, dat patiëntenverenigingen daar ook een belangrijke rol in spelen. Dat mensen die lid zijn van een vereniging ook vlugger symptomen herkennen en vlugger elkaar aanraden van, goh, ga daar toch maar eens mee, opnieuw naar uw specialist of naar uw arts en zo verder. En ik denk ook dat een eerste lijn daar ook een heel erg belangrijke rol in kan spelen. Als we gaan naar patiëntenpopulaties van huisartsenpraktijken en samenwerking en zo verder, dat daar ook de gezondheidsdoelstellingen van Vlaanderen bijvoorbeeld ook verder opgevolgd kunnen worden. Richting van, wie zit er van patiënten in mijn populatie? Zijn dat veel diabetespatiënten? Wat moet ik doen met vrouwen plus zoveel richting borstkanker? En al die screenings, zijn die gescreend geweest, ja of nee? En daar dan telkens ook dat er een flikkerlampje in uw softwarepakket gaat branden als die patiënt op bezoek komt. En dan wil ik nog één ding aangeven rond preventie. Is een Vlaamse materie. Federaal gebeurt er hier en daar ook wel. Ook een aantal projecten rond preventie. Maar mijn haar gaat dan gewoon recht omhoog staan als ik hoor dat Vlaanderen niet wilt investeren in een vaccin. En dat de enige reden is dat de middelen of dat de winsten daar dan federaal geboekt worden en niet terugvloeien naar Vlaanderen. En dan denk ik, moet daar dan ook in de toekomst niet samengezeten worden om te kijken hoe we gewoon samen kunnen gaan naar een effectief gezondheidsbeleid? Juist. Reinier, effectieve preventie vereist ook dat van eigenlijk iedere patiënt een stevig medisch dossier bestaat dat bij een huisarts berust. Tuurlijk. Je kunt maar een deftig gezondheidsbeleid doen als iedere patiënt zijn eigen huisarts heeft, zijn vaste huisarts, bij wie dat GMD ook automatisch verlengd wordt. Dat is bij ons ook het hoofdpunt iedere keer weer. En als dat dan zo zou zijn, dan is dus ook het argument van wie moeten we dan eigenlijk verwittigen als er een test gedaan is van de baan, namelijk de GMD-houdende huisarts. Misschien komt er dan ooit iets van terecht, wat dat jij zegt, dat als er ergens een test is gedaan, dat we dat dan ook weten. Maar dat weten we nu vaak niet, omdat dat op een zeer vrijblijvende manier gebeurt en dat hebben we al op verschillende plaatsen aangekaart als syndicaat. Ja. En daar krijgen we steeds nul op het request. Mark, hoe zit dat? Zij krijgen er altijd nul op het request. Ik zou daar verder willen ingaan zelfs, want ik ben eigenlijk voorstander voor de keuze van een vaste huisarts en dat meer coercitief, meer dwingend te maken. GMD vind ik belangrijk, niet alleen omdat de huisarts de antecedenten van de patiënt opvolgt, maar ook omdat het een stukje, zachtjes aan, invoering is van een nieuwe financiering. Niet per prestatie, maar per ingeschreven patiënt. De GMD is een stukje financiering per ingeschreven patiënt. En we moeten op die weg voor een stuk ook verder gaan, zodat we een gemengde financiering hebben. Plus, bovendien, dat je met het GMD stilletjes aan dat een eerste stap is naar een vaste inschrijving. Maar waar zit de rem nog op dat dossier? Ja, die zijn er niet vanavond. Wel, uw vrienden die er niet zijn. Die zijn er niet. Er zijn er die er niet zijn. Maar ik zie ook dat aan de zuidelijke kant van de taalgrens we nog altijd niet aan de 50% GMD zitten. Nee, is ook dat een probleem? Ik denk, daar wordt aan gewerkt. Ik probeer daar zwaar aan te drukken en dat lukt hem wel een beetje bij ons. Ja. Er wordt vooruitgang geboekt. Suggesties in de zaal, punten die van belang zijn voor het draagvlak voor dit soort stellingen?
Ja, mag ik nog? Ja. Als het gaat over een tekortkoming of misschien te weinig toelichting in de nota. Want je trekt preventie dan natuurlijk zeer breed. En gelukkig heb je inderdaad ook de link met directe gezondheidskloof en multifacettenbeleid. Als je zegt 25% moet naar de kinderen gaan. Veel mensen denken bij preventie alleen maar aan screening en check-ups. Dat heeft natuurlijk met kinderen niks te maken. Als je bij kinderen preventief werkt, dan werk je aan heel andere dingen. Dus dat vond ik nog niet duidelijk genoeg in de nota terug. En wat Jan misschien niet duidelijk genoeg vindt, is dat de GGZ niet duidelijk genoeg in de preventie verwerkt is. Dat is waar. Nee. Staat er een beetje in vermeld, maar er komt niet veel aan bod. Er is al het een en het ander die aan het gebeuren is, bijvoorbeeld rond die health literacy. Wij proberen mensen via onze website die wij gemaakt hebben, Geestelijk Gezond Vlaanderen, proberen wij duidelijk te maken van wat psychische problemen zijn en waar dat je terecht kan en waar dat je naartoe kan. En op iets meer dan een jaar tijd zijn er 153.000 bezoekers geweest. Dat is toch niet binnen, dat is 4.000 mensen per week die komen, die toch iets meer weten. Het leuke is op momenten dat er iets te doen is op televisie. Bijvoorbeeld, er was een uitzending in Familie en het ging over borderline. En dan hebben we een boom gekregen van mensen. Dus ja. Wanneer het probleem zich aandient, dan is er wel iets te vinden ook. Dus dat helpt wel. Kom ik meteen bij uw sector, omdat de Kievit-groep zegt dat ook veranderingen in de GGZ absoluut nodig zijn om de hele wereld van de gezondheidszorg. Sorry, ik heb nog... Ja, excuses. Ja, Dirk. Het was bijzonder genoegdoenend om iedereen zo bijna gemeenschappelijk voor preventie de keuze te zien maken en de verhoging van het budget. Wat ik wel sterk gemist heb, is van elk van de actoren, waar gaan we dat budget dan halen? Ja, want we spreken hier toch over 300 miljoen minstens. En wat ik nergens heb gehoord, en waar wij toch wel wat over gesproken hebben, is dat er nu bijzonder veel gebeurt, zowel gefinancierd als door de patiënt zelf betaald, onder het mom van preventie. Ik verwijs bijvoorbeeld naar de terugbetaling van de check-up bij de huisarts. Zou eigenlijk evidence hebben dat dat tot niks leidt, de klassieke check-ups. Zo kan ik nog eventjes doorgaan. PSA hebben we nu eindelijk na 10 jaar wat gereduceerd. Ik zeg gereduceerd. Ik denk in de praktijk dat er niet veel zal veranderen. Cervixkankerscreeningscore wel ronduit slecht als je het vergelijkt met het buitenland. Dus wat ik niet heb gehoord, is dat we misschien ook de pseudopreventie, of de pseudoscreening, en noem maar op, toch wel een keer drastisch moeten reduceren. En het volgende borstkankerscreening is ons genoegzaam bekend dat daar enorm veel onderzoeken gebeuren die niks met screening te maken hebben, maar puur vals positieve genereren. En misschien een suggestie dat we tegelijkertijd ook wel heel streng moeten worden en de lat naar kwaliteit toe van preventie een keer hoger leggen, want hier zit een ganse commerce achter. Ik kan geen blaadje openslaan, zelfs van bepaalde organisaties, of daar staat een of andere reclameboodschap onder het mom van preventie. En over de apotheken, ik weet niet of er apothekers aanwezig zijn. Half. Of in het kwadraat. Maar bo, ik denk ook onze collega's, vrienden, apothekers, dat we ook een keer dringend een dialoog moeten aangaan. Want ik nodig je uit, wandel een keer in een apotheek binnen en zie een keer wat daar allemaal verkocht wordt van kruiden en andere mogelijke preparaten onder mom van preventie. Er wordt dus evidence dat bepaalde vitamines, zelfs de mortaliteit doen toenemen. Ja, dus om een kleine voorzet te geven, dat we misschien ook ons evidence-based principe in preventie nog iets strikter moeten toepassen en dan gaan we de middelen ook kunnen vrijmaken. Renier? Dan moeten sommige van uw collega's dus ook stoppen om dat terug te betalen via de verplichte vrijwillige bijdrage. En gezondheid en een cheque aan te bieden als jij aan een... Enfin, ik bedoel, dat heeft er nu even niets mee te maken, denk ik, eerlijk gezegd. Ja. Nou, dat kunnen we er allemaal bij trekken, hoor. Ja. Heel snel, Rie. Boeiend debat, maar point teken dat de suggestie om 25% van bijkomende middelen in preventie naar kinderen toe te besteden, dat dat onvoldoende is uitgebouwd. Ja. Ik heb het met Ivo er straks al even over gehad. Ik denk dat dat inderdaad dringend nodig is. Ik zie in een aantal partijprogramma's pleidooien
om rond een aantal behoeften die door de mensen ook reëel worden meegedeeld als zaken waar men op uitstelt, tandzorg, gehoorapparaten en dergelijke, dat gepleit wordt om daar vrij belangrijke sommen voor uit te trekken. En mijn vraag hier is een beetje, moeten we er toch niet voor zorgen dat een stukje van die pleidooien van extra geld toch wel degelijk kunnen gereserveerd worden voor programma's met kinderen? En dan heb ik het niet over screeningen en dergelijke, ook niet over vaccinaties. Ik heb het over dingen die vandaag al voor een stukje gebeuren door kind en gezin en dergelijke. Maar de boodschap die erachter zit is eigenlijk, we weten, als je bij zwangere vrouwen die het moeilijk hebben, ik leg het verband met de sociale kloof ook, als je daarin investeert, dat je heel veel gezondheidswinst op lange termijn boekt. En dat doen we vandaag niet. Ja, point taken. Louis Ferrand, jij komt ook. Ja. Direct op aansluiten wat Rie zegt, dat lijkt me zo evident dat als je, ik zou het zeggen, als je het basisvertrouwen aan een kind kunt verhogen, in een situatie die ik ken, dat je een enorme gezondheidswinst maakt. Ten tweede, dat we bepaalde groepen eigenlijk niet bereiken. In Brussel heeft 25% van de patiënten geen huisarts en is preventie ver van hun bed. Dan is er een derde punt rond de mensen, en daar is een studiedag over geweest door het RISIF en Dokters van de Wereld. Als de mensen die in een illegale situatie zitten, en ik denk dat ze met 200.000 zijn in België, en die consulteren maar 15, er zijn er maar 15.000 van die consulteren per jaar. Vele OCMW's reclameren, maar dus dat is een minimum aantal dat consulteert. Dan moeten we gewoon een paar goede antropologen in dat midden zetten, dat kost niet veel. En die zullen ons beschrijven wat eigenlijk in dat leven van die mensen gebeurt en waarom dat ze aan geen enkele preventie en ook zeer laat komen consulteren en dus zeer hoge kosten genereren achteraf. Ja, dat boek van RISIF en Dokters voor de Wereld zouden veel mensen trouwens even moeten bekijken. Ja. Ja, heel kort vanuit de lokale overheid. Ik denk de huizen van het kind kunnen een belangrijke rol spelen, ook als het gaat over de kinderen uiteraard en preventie. En dan denk ik ook aan preventie, meer middelen investeren, maar ook voor die lokale overheden die daar denk ik ook wel al heel veel voor doen. Breng preventie zo dicht mogelijk bij je bevolking. Ik denk aan wijkgezondheidscentra die dat doen, maar hoeven niet wijkgezondheidscentra te zijn. Kunnen ook andere actoren zijn, zoals samenlevingsopbouw, buurtwerk en nu maar op. Dus breng die zo dicht mogelijk bij de bevolking. Dank je, gecapteerd. Wij gaan nog even ons buigen over het allerlaatste thema, dat toch ook wel erg belangrijk is en waar we van vinden dat dit wezenlijk is. Als we daar niet een knik kunnen in maken, dan hebben we niet de verandering van het systeem die we hebben. De geestelijke gezondheidszorg. Als ik luister naar wat op het podium daarover gaande is, zeggen ze, goed bezig met 107 en doe zo voort en zet daar een turbo op. Maar is dat? Is het dat? Moet het dat zijn? Is het dat alleen? Volstaat dat? Het zijn veel vragen, hè? Ja. Ja? Maar kunt daar kort op antwoorden. Hè? Ja, ik geloof in 107. Ik geloof heel vast in 107. Je hebt in het begin de vergelijking gemaakt met een tanker. En ik denk van dat die vergelijking hier ook opgaat. Dit is een tanker die aan het draaien is. En een tanker die draait, die heeft tijd nodig en die moet ver op voorhand beginnen zijn manoeuvre voor te bereiden. En ik denk van dat hier ook aan het gebeuren is. Zitten we ver genoeg? Nee, we zitten niet ver genoeg. België zit aan 16.000 bedden per... 16.000 psychiatrische bedden. De bedoeling is, we zitten daar aan de top. Een triestige, eenzame top. 152 bedden per 100.000 inwoners. Dat is iets van het hoogste aantal van Europa. En de bedoeling is om daar ook iets aan te gaan veranderen via de 107. Zijn we daarin gelukt? Nee. We zitten aan 1060 bedden die afgebouwd zijn op 2 jaar tijd. Dit is te weinig. Zien we daar inspanningen om dat meer te laten gebeuren? Nee. Zien zelfs hier en daar een beetje een tegendeel, van dat mensen neigen om zich wat terug te trekken. Dus in die zin zou ik het jammer vinden van dat iets wat nu aan het groeien is, wat nu stilaan begint te komen,
zou het jammer zijn van dat dit stopt. Dus maar we hebben nog twee inputs. We hebben de erkenning van de psychologen. Dat is nieuws. En dat andere nieuws is de optie om te commercialiseren. Laat, als we in de gevangenissen de geïnterneerden kunnen commercialiseren, laat ons dan ook de andere zorg commercialiseren. Dan kun je daar veel meer dynamiek in steken. Is dat niet u? Ja. Ik vrees al dat die richting ging uitgaan, ja. Even bedenktijd. Ja. De komst van de psychologen, dat is een goede zaak. Het is goed dat er een erkenning is. Ik zal daarmee beginnen. Of er een betaling moet opvolgen, dat is nog een andere zaak. Ik denk van dat er moet dat niet? Ik denk dat er zaken zijn die meer prioritair zijn dan dit. Maar goed. Nou breekt mijn klomp. Welke? Er zijn meer zaken die kunnen gebeuren. Er is... we hebben de 107 die verder kan uitgebouwd worden en die kan versterkt worden. Dus ik denk van, ook daar zou de vraag kunnen gesteld worden van waar moet dat geld komen. Ik denk van dat we eerst eens kunnen gaan kijken van hoe kunnen we het geld dat er momenteel is op een betere manier gaan besteden, zodanig dat de zorg beter bereikt momenteel wat die zou moeten bereiken. En dat we dan een stap verder gaan en dat we dan die psychologen erbij nemen. Oké. Okay. Dr. Rutting, voor u was dat precies wel prioritair, die psychologen betalen. Ja, want het is dus een kennelijk een coaster die bijzonder traag draait. Of zijn bocht maakt. Want ik heb er persoonlijk nog helemaal niets van gemerkt, dus als huisarts in het veld. Dus ik weet dat 107 bestaat. Ik lees daar wel eens iets over. En ik ga eigenlijk door voor een huisarts die toch wel geïnteresseerd is in dingen die gebeuren. Maar ik heb er nog niets van gemerkt. Echt nog niet. Waar ik wel dagelijks mee te maken heb, dat is dat ik heel graag een psycholoog zou kunnen inschakelen bij het behandelen van een aantal van mijn patiënten. En dat ik graag beroep zou doen op een idee, dus dat in de tijd ook geopperd is tijdens de conferenties over de psychofarmaca die we met minister Onkelings hebben gehad. Dus een psychiater die zeer snel te bereiken is en die ons juist even het idee geeft... Zijt je goed bezig als je dat op die manier aanpakt? Kun je het zo verder alleen doen? Of misschien met behulp van die psycholoog dan? En het dan weer terugkoppelt naar de eerste lijn. Daar zitten wij eigenlijk vooral op te wachten. En dan zijn er een heel aantal praktische zaken waar ik als huisarts ook op wacht en waarvan ik gewoon niet weet hoe dat ik het aan boord moet leggen. En misschien kan het wel, maar dan weet ik in ieder geval niet hoe dat het moet. Ik had vorige week een patiënt die... direct na zijn operatie dus begon het hallucineren. Allee, die zit alleen thuis en die had het wel gezellig, want die was met verschillende mensen samen en ze speelde muziek. En het was niet angstaanjagend, dus allee, dat was tenminste prettig. Maar die man die woont alleen en die krijgt eens in de twee weken een half uur bezoek van een psychiatrisch verpleegster die mij mail stuurt in de stijl van ik en mijn collega Connie zijn op bezoek geweest en wij vinden dat... Maar goed, ik heb gewoon kunnen overleggen met zijn psychiater. Want dat is iemand die dan ook uit een sociaal moeilijker klasse komt, laat ons zo zeggen. En wij kunnen een behandeling starten, maar wie volgt dat op? Die man die woont nogal ver, dus die kan moeilijk zelf komen. Ik wil gerust daar ook naartoe gaan. Maar eigenlijk zou ik gewoon iemand willen hebben die daar even langs gaat om te zien hoe dat dan nu met die mens gaat en of dat niet heviger wordt. En ik weet niet... op wie ik dan een beroep kan doen. Dus uiteindelijk moet ik dan maar zelf gaan kijken. Maar is dat de juiste weg? Ik denk het niet. Dus ik zit te wachten op andere dingen als huisarts. Ja, nu zit ik met een tweede gebroken klomp. Hè? Dus jij hebt van 107 nog niks gemerkt. Maar het is goed, ik ben nu tenminste evenwichtig op mijn voeten. Ilse? Wel, ik ondersteun het verhaal van de huisarts dat daar dringend werk moet worden gemaakt van die eerste lijn psychologische functie als ondersteuning voor huisarts. Heel veel mensen maken niet onmiddellijk de stap naar de psycholoog, maar wel naar de huisarts, die vertrouwensfiguur is. En als die huisarts dan met een aantal telefoontjes ondersteuning krijgt of met gesprekken en zo verder, het voorbeeld wat Renier ook aanhaalt, denk dat dan een hele goede zaak zou zijn. Dus de pilootprojecten die deze legislatuur gelopen hebben, mogen volgende Vlaamse legislatuur uitgerold worden voor mij over heel Vlaanderen. Ik kijk ook naar... de ziekteverzekering, naar de mutualiteiten ook, om mee te ijveren voor een terugbetaling van een psycholoog. We zien heel vaak mensen die ontslagen zijn in een psychiatrisch ziekenhuis, dat die aangeraden worden
om dan contact op te nemen met een psycholoog. CGG is dan het meest betaalbare, maar met ellenlange wachtlijsten. En er zijn nog een aantal privépsychologen dan, maar met dan ook het bijbehorend kostenplaatje daaraan. Dus daar denk ik dat er zeker nog een vraag rond is. Dus daar heb je je commercialisering. Hè? Is dat commercialisering? Zelfstandig psycholoog. En dan? Ja. Is dat niet goed? Dat is niet goed. Maar ik wil misschien aangeven dat de mutualiteiten in hun aanvullende pakketten op dit moment al psychologische ondersteuning terugbetalen volgens criteria. En zij hanteren ook criteria voor de psychologen of de therapeuten. Maar ik denk dat Mark daar meer over kan vertellen, over die selecteren. Ik wil nog iets zeggen over artikel 107. Op zich is dat een heel belangrijk project om die tanker gekeerd te krijgen. Maar dat gaat niet snel genoeg. En de vraag is, we blijven daar werken vanuit aanbod. De middelen zijn eigenlijk bedoeld voor de eerste lijn, maar blijven hangen in de ziekenhuisfinanciering. Dus hevelt die gewoon over. Ik weet dat gewoon niet zo gewoon is, maar toch. En wat ook een probleem is met artikel 107, als je nu de chance hebt, tussen aanhalingstekens, dat je in een regio woont met veel psychiatrische ziekenhuizen, ja, dan heb je daar ook veel middelen in het kader van artikel 107. Dus wat doe je met... Allee, dat vertrekt totaal niet van de noden en behoeften die er leven rond geestelijke gezondheid in Vlaanderen. En alsjeblieft, als we kijken naar de gezondheidsdoelstellingen, is dat gewoon triest en schrijnend. Ja. Dat daar het niet was meer... mooi. Het was mooi, 107 was mooi. Maar nu moet je dan een andere wending aan geven. Maar dat is belangrijk als omdraai, als project en om de geesten allemaal in dezelfde richting. Maar er is een volgende belangrijke stap nodig. Hevelt die middelen over, zodat eerste lijn daar ook dingen mee kan doen en inderdaad mensen kan sturen naar die patiënt die daar thuis zit te hallucineren. Ben jij mee, Jan, of niet? Ja, alleen in alle eerlijkheid, ja? Ik volg helemaal, ja. Ja, maar dan is het goed, dan is het goed. Mark? Ja, volledig akkoord. Jan. Ja, Jan. Eén, dat Reinier, dat je nog geen patiënten gezien hebt, is niet abnormaal, omdat het gaat over een experiment waar op dit moment ongeveer 6.000 patienten op jaarbasis in opgevangen worden. 6.000, ja, het gaat mij niet om patiënten gezien, ik heb er nog helemaal niets over gehoord. Niet eens patiënten die erin zitten, maar ik hoor er zo weinig over. Dat is het functioneren op lokaal vlak. Ik ken de netwerken niet van buiten hoe het zit. Er zijn 19 projecten aan het lopen. Maar laat ons niet vergissen over de doelgroep. Artikel 107 is een omzetting van hospitalisatiemiddelen in ambulante zorg, intensieve zorg, voor ernstig zieke, chronische patiënten in de zorg. Het antwoord is niet overhevelen van de middelen naar de eerste lijn. Maar hoe trekken we de eerste lijn in een transmurale benadering erbij? Dat is het goede antwoord. En daar zijn we nog niet aan toe met artikel 107. Er zijn redenen voor. Dat is ook omdat de ziekenhuismiddelen zelf gewaarborgd blijven bij het ziekenhuis. En dat moet zich nog allemaal uitfilteren. De equipes zijn aan het groeien. Maar laat ons niet in simplisme veranderen van hevel het geld gewoon, geef het aan de eerste lijn en de zaken zijn opgelost. Sorry, de eerste lijn zal nog een heel lange weg moeten afleggen om daarmee om te gaan. Eerstelijnspsycholoog, de psychologen, ik denk dat ze met 8000 zijn, die actief zijn, ambulant in ons land op dit moment, met die dus in aanmerking gaan komen voor de erkenning. En daar is de vraag van, hoe gaan we daarmee omgaan? Gaan we 400 miljoen euro op tafel leggen om de vrije consultatie, want dat is wat de psychologen vragen en zich aanbieden. Wij bieden ons aan de bevolking. Wij staan open voor consultaties. Als je zegt 8000, en ik reken ergens ruwweg, dat zijn verwachtingen van 50.000 euro te genereren via terugbetaling, dan heb je 400 miljoen euro nodig om de psychologie terug te betalen in de eerste stap. En ik garandeer u, dat gaat vrij snel stijgen. Denk ook daar dat de behoeften misschien op een andere manier moeten ingevuld worden. Namelijk? Veel meer geïntegreerd. Gaan we namelijk een nieuwe silo creëren, naast alle silo's die we vandaag al hebben? Of gaan we trachten tot een oefening te komen, en wat mij betreft in vrij beroep, in zelfstandige vorm, in geïntegreerde vorm? Dat is denk ik niet belangrijk. Maar een vorm vinden waar je zegt dat je op een zinvolle manier die psychologie, die je waarschijnlijk niet meteen met volle kracht en met alle middelen gaat kunnen vrijmaken, nog in de ziekteverzekering, nog op Vlaams niveau, van dat
zo te oriënteren dat je het meest efficiënt bezig bent. En dan denk ik dat dat alleen maar kan in een goede samenwerking met andere zorgverstrekkers. Dat is... Ik pleit voor niet-sloganeske benadering van dat proces. Mm-hmm. Psychologie moet erbij komen, maar laten ze op een verstandige manier doen. Ja, Jan de Lepeler. Ik denk dat daar inderdaad ook in Nederland heel interessante experimenten gedaan zijn, waarbij dat vanuit de psychologische sector me verbaasd geweest is van welke dynamieken me kan losmaken in de ondersteuning binnen de huisarts. Ja, nee, het is kwart na natuurlijk. Als we dan over... Spreek maar gewoon voort. Over 107, denk ik, ik heb dat van nabij gevolgd, dat er heel grote variaties zijn in het land. Hè? Ik denk hier in Leuven, denk ik, dat ik mag zeggen dat daar eigenlijk bij de opstart heel intensief en voortdurend overleg, toetsing, wedertoetsing, aftoetsing geweest is met de huisartsen. Wat dat ook gemaakt heeft, een van de elementen is wat gemaakt heeft dat het in eerste zit als project goedgekeurd werd. Ik zie in andere regio's waar dat toch wel eigenlijk heel moeizaam loopt. Hè, en waar we echt moeten pogingen doen tot inbraak. En dat vind ik een beetje ongemakkelijk. Dat vind ik ongemakkelijk. En daar blijven wij als huisartsen eigenlijk een achterstand waarbij dat we niet echt mee kunnen doorwegen in het doen switchen van de tanker. En dat vind ik eigenlijk jammer en een gemiste kans nu, nog los van dat we er dan inderdaad geen patiënten is en een ander element erbij is, dat men dan een aantal initiatieven neemt. Mij bijvoorbeeld gevraagd heeft, kunt jij dat promoten bij die huisarts? Ik zeg, ja, maar kunt je de capaciteit aan, wat dat je allemaal doet? 3 weken later een mail terug, kunnen ze doen stoppen, want we kunnen het niet meer aan. Ja, dat is natuurlijk de beste manier om het helemaal te doen stilvallen. Ik wil het nog altijd een positieve kans geven en ik probeer achter de schermen dan nog wat te doen. Maar het feit dat huisartsen eigenlijk structureel op vele plaatsen onvoldoende betrokken geweest zijn bij de voorbereiding en dus geen ownership voelen, dat is een probleem. Raf de Rekken, kort. Wel, artikel 107 is natuurlijk een heel boeiende, maar ook een vrij complexe aangelegenheid. We mogen niet vergeten dat wij momenteel in een experimentele fase zitten. Het cijfer is daar juist genoemd, Dorie. Het gaat maar over 19 projecten. Eigenlijk zijn wij vragende partij om dat uit te breiden zodanig dat gans het land gedekt wordt door zorgregio's. En niet alleen beperken tot de doelgroep volwassenen, maar ook heel snel uit te breiden naar de nog 2 resterende doelgroepen. En dan gaat het concreet over kinderen en jongeren en over ouderen. En de bedoeling is niet zozeer te komen tot transfers van middelen, maar tot het gezamenlijk inzetten van financiële middelen in een bepaalde regio om een zorgprogramma te financieren in een netwerk. En daar moeten alle actoren, uiteraard ook de eerste lijn, actief van deel uitmaken. Dus we moeten goed kijken wat zijn de doelstellingen en hoe kunnen we dan die doelstellingen bereiken. Uiteraard geleidelijk aan via experimentele weg, maar op een bepaald ogenblik zal het ook moeten echt gestructureerd worden en zal er misschien ook meer een imperatieve sturing moeten aangegeven worden om de uiteindelijke doelstellingen te bereiken. Maar zomaar carrément bedden afbouwen zonder dat er een alternatief zijn, dat is uiteraard ook niet de goede oplossing. Mm. Hoe kijkt iemand als Jan van Hemelen daar tegenaan? Ja. Wel, het verwondert mij al de hele avond dat men nog niet gesproken heeft over geïntegreerde zorg. België heeft een prachtige nota geschreven, oriënteringsnota, die politiek overeengekomen is. Op 28 november is die voorgesteld. En ik denk, integrated care en al de voorbeelden, zowel in de verschillende domeinen die vandaag aan bod zijn gekomen, preventie en zeker ook vast de psychologische ondersteuning, daar zijn zeer veel voorbeelden in het buitenland hoe men geïntegreerde zorg kan aanwenden. En ik denk dat we absoluut moeten kijken naar die voorbeelden waarin dat eerste en tweede en zelfs derde lijn in een gemeenschappelijk project worden betrokken, waarin dat flow-systemen ontstaan tussen de eerste en de tweede en de derde lijn, waar ook de financiering van de verstrekkers op basis van die flow-systemen worden uitgevoerd. Ik denk dat er zeer mooie voorbeelden zijn van resultaten. Wij lopen dramatisch achter. Ik heb nog niks gehoord over de inhoud van preventie,
niks gehoord over. Wij zitten aan de top van de wereld van zelfmoord. We hebben niet eens een vertaalsysteem online om de mensen die kanker hebben te melden dat ze kanker hebben. We hebben een ongelooflijke achterstand op het gebied van INR. We gaan nog altijd mensen testen in het labo, terwijl dat in Duitsland INR door de patiënten zelf uitgevoerd 50% minder mortaliteit vertonen. Daar heb ik niks over gehoord. We hebben een gruwelijke achterstand, meen ik, in België, omdat wij onder de kerktoren blijven zitten en eigenlijk niet kijken naar de effectieve programma's die in het buitenland lopen. Tot daar mijn korte bemerking. Mm-hmm. Dank je. Slotbedenking, Renier? Nee? Nee, ik heb het gehoord over de aanpak van de chronische patiënt en ik denk dat daar toch iets van dit aan bod gekomen is. Maar... Oké. Goed. Ik denk dat wij voor dit thema een draagvlak hebben, maar dat we er nog wat moeten aan werken. Ivo, denk jij dat ook? Een zeer ongemakkelijke positie. Eén, ik heb gedurende 2,5 uur niks mogen zeggen. Wat ongelooflijk frustrerend is voor mensen die mij kennen. En twee, binnen 5 minuten begint Het Beloofde Land op de VRT. En Het Beloofde Land is een uitzending waar de politieke partijen komen vertellen wat ze allemaal beloven. Nu, dat staat zeer scherp in contrast, denk ik, met wat we hier de voorbije 3 uur gedaan hebben. We zijn hier niet over Het Beloofde Land bezig geweest, maar wel, denk ik, als... En er is een collega hier in Leuven die ooit een boekje geschreven heeft over roergangers in de mist. Heeft nu trouwens een ander boekje geschreven over de democratie voorbij, om zijn naam niet te noemen. Roergangers in de mist. Ik heb een beetje het gevoel dat over de 6 thema's we bezig geweest zijn als roergangers in de mist. In de mist in die zin dat de 6 thema's inderdaad wat mistig in de stellingen naar voren gekomen zijn, maar dat we een aantal roergangers hier aan het woord hebben gehoord, die mist hebben geleidelijk aan doen optrekken. En dat we niet langer roergangers in de mist zijn, maar wel, kopieer Peter de Gat wat, deelgenomen hebben aan een lerende organisatie, een lerend gezelschap. Ik denk dat het een ongelooflijk rijk debat was. Het kan mij niet weerhouden van een vergelijking te maken met het politieke debat wat we inderdaad 2 maanden geleden gehad hebben, wat wel schitterde, denk ik, in Het Beloofde Land, maar weinig inhoudelijk antwoorden gaf op de uitdagingen. Hier zijn, denk ik, en Guy heeft er zeer uitdrukkelijk op gewezen, aanzetten, niet alleen tot draagvlakken, maar hoe dat draagvlak kan verbreed en verbeterd worden. En dat is precies het opzet geweest van de Kievit-groep, om een aantal zaken te tabuleren, op de tafel te leggen, vanuit een beperkt aantal experten. Maar nu is het inderdaad het middenveld, de samenleving, dat zijn wij allemaal samen, die dialoog, die discussie daarover verder moeten zetten. Zeker in het licht van, en ik heb de analyse de voorbije 24 uur gedaan, van wat de politieke partijen momenteel komen aandragen over de stellingen. Dat is in geen enkele manier te vergelijken met de rijkdom aan ideeën en suggesties die hier vandaag op tafel komen. Misschien is dat hun rol niet, maar het onderstreept, denk ik, mijn eigen opvatting en overtuiging dat wanneer de politiek het zelf niet doet, dat het inderdaad in eerste instantie moet komen van de betrokkenen zelf, die duidelijker moeten formuleren wat zijn de keuzes die we maken. En ik denk dat een aantal thema's, gezondheidskloof om er 1 te noemen, participatie om er 2 te noemen, is het draagvlak er zeer duidelijk aanwezig. Ziekenhuisfinanciering, KW78, is een beetje zoeken en tasten. Er is gepleit voor geleidelijke overgang, maar niet te geleidelijk, Pieter. Ja. Maar dat we inderdaad elementen aan het samenleggen zijn die het antwoord op de puzzel kunnen geven. Dat is een beetje een reflectie. Ik had papieren volgeschreven, maar u gaat mij inderdaad buiten dragen als ik daarop in ga gaan. Het enige wat ik wil zeggen is, persoonlijk, en ik denk dat ik namens Guy en het panel ook mag spreken, dat dit een bijzonder vruchtbare, beloftevolle
en positieve discussies geweest, waar iedereen vrijuit heeft gesproken. Er zijn knelpunten, dat is evident, er zijn tegenstellingen. Maar het is denk ik via dit maatschappelijk gesprek wat de Kievit-groep wil verder zetten. En dat is mijn laatste woord. Dat verder zetten is geen boutade. Ik heb in het begin, in de aanvang, wanneer de meerderheid er nog niet aanwezig was, gezegd dat de volgende stap zal zijn. Uiteraard, dit is nu opgenomen en zal via kanalen, Zorgnet en dergelijke mee beschikbaar worden gesteld. Maar dat we vanaf juni de thema's met een breder draagvlak verder gaan uitwerken. Met ondersteuning van de Boudewijnstichting, waarvoor we hen dankbaar zijn, beginnen we ergens midden juni met het thema geestelijke gezondheidszorg, waar dankzij Guido Pieters, Raf de Rijke, Jan de Lepeleren, wij met een 20-tal mensen, van Uilenspiegel tot en met artikel 107, en met inbegrip van de betrokken actoren, mutualiteiten, RISIF en dergelijke meer, pogen de nota over geestelijke gezondheidszorg, en hetzelfde zal spelen voor preventie, voor participatie, verder op de rooster zullen leggen, met de bedoeling niet van het af te breken, maar van inderdaad het draagvlak voor een consensus over waarheen moeten we met de geestelijke gezondheid, waarheen moeten we met de preventie, en hoe zit dat met die kinderen en dergelijke. Is er 107 aan de ene kant en eerste lijn aan de andere kant, is dat een noodzakelijke tegenstelling? Hoe kunnen we dat overbruggen? Dat we dat inderdaad klaarstomen met de bedoeling, en dat is een optimistische voorspelling, dat we met die 4 sessies zullen klaarkomen rond 15 oktober, moment waarop België haar begroting moet indienen bij Europa en wij hopelijk ook dan een regering hebben waarop wij onze dossiers kunnen deponeren met uw goedvinden. Ik wil u nogmaals danken voor uw laattijdige aanwezigheid en voor uw vruchtbare medewerking aan dit initiatief. Dank u wel.